visuele beperking, maar hij... Hè? Vergeleken met jou wel, want jij ja. kijkt... Ik kijk echt heel breed. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 8 juni 2021. En zoals je kan zien, hier op de klok is het 2:30. En dat betekent dat ik een beetje laat begin. Maar dat maakt niet uit. Ik ga vandaag weer voor het eerst autorijles doen. Dus ik neem jullie daar gezellig in mee. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En Roderick gaat achter ons aanrijden. Heel wat leuk. Twee beelden. Nou, daar staat onze mooie Dinky Toy. Roos is nu even lekker aan het lopen met hondjes. Ik weet niet waar Ro uithangt. Maar dat komt helemaal goed. Hoop ik toch. Dus ja, het is nu even kijken hoe warm is het hier. Nou ja, het is iets van 25 graden of zo hier. Is lekker. Mag niet, we mogen niet klagen. Lekker. Zo, nou, we zijn ook alweer een tijdje thuis. Het is nu inmiddels alweer 6:10. Zoals je wellicht kan zien. Roderick die zit lekker achter me en ik sta. Maar het filmen bij Ro ging niet helemaal lekker. Want de telefoon die viel uit. Door de warmte waarschijnlijk. En ik kon dus niet filmen, want anders had ik dus mijn snelheid niet meer gezien. En dat is wel heel belangrijk. Dus nee, ik heb dus niet kunnen filmen. Ro wel. En Ro die had zijn raampje open. Dus het is een beetje raar te verstaan. Maar ja, Ro is ook niet zo heel goed. En met de Samsungs en ik wel. Dus ja. Maar we gaan zo eventjes even kijken. En bij de bak. En de hondjes hebben het warm. 11. Kijk, Spie ligt daar. En Lady ligt lekker achter mij. Ja, helemaal goed. Dus ja, we gaan zo even afsluiten, even dingen doen. En dan gaan we zo even naar de Jumboot. Yes. En misschien nog eventjes zo een rondje lopen. Misschien. Wie weet. Politie. Met busje, nou. Die rijdt zo meteen die kant op. Kijk, daar was hij al. Met busje al. Met busje al. Hoe doen we dat? Nee, met het busje. Hè? Is dat zo? Busje komt zo. Nee, busje al geweest. Maar hoe gaat hij met jou? Ja, redelijk. Vertel, waarom redelijk? Om toch naar die kleding en de uitrusting te kijken. Ja. En dat is van die mooie broeken. Ja. En zeg van, nou, die wil ik wel. En dan zal ik mijn bank zo. En zeg van, nee, dat gaat niet. Dus dat is een beetje jammer, zeg maar. Ja, maar Emma, die ene die wat goedkoper is, die. Ja, maar ik weet niet hoe die zit. Nee. Dus dan moet je even naar de showroom gaan. Ja. Gaan kijken of dat wat is. En zo ja, dan kan je zeggen, oké, prima, doe er maar 3 van. Ja. En zo nee, ja, dan moet ik maar eventjes wachten. Mm-hmm. 41, nee. Helaas is dat geen resume. Nee, precies. Dus, maar voor de rest gaat het wel goed? Ja, naar omstandigheden wel, ja. Oh, vertel. En wat zijn je omstandigheden? Nou, het eerste is al warm. Ja. De afgelopen periode heb ik eigenlijk alleen maar ochtend 6 vroeg, ochtenddiensten 6 loopdiensten gehad. Dat is allemaal vroeg beginnen. Ja. En gelukkig dan, is het vrijdag aanstaande volgens mij? Ja, vrijdag aanstaande. Een middagdienst, mag ik met een middag beginnen. Dus dan heb je nog wat aan je ochtend. Dat is wel lekker. Mm-hmm. Kijk, dus het heetste van de dag kan je beginnen, dan zit je lekker in de gekoelde ruimte. En s'avonds, s'nachts, kan je naar huis. Mm-hmm. En is dat weer cool? Ja. Dus ja. Precies dat. Ja. Maar ik laat jullie even zien hoe het eigenlijk hier eruit ziet qua de binnenkant van de auto. Want omdat ik ook aardig meekijk in de auto, dan zien we een beetje hoe en wat. Dit is de achteruitkijkspiegel voor Ro. Deze gebruik ik. Juist, en ik jou. Deze is voor mij. We hebben hier dus de camera. Ja. We,
daar is nog een spiegeltje. Deze is voor Ro, deze is voor mij. Wij hebben jullie daar eigenlijk altijd. Ja, hier zo tussen. Ja, daartussen. En daar heb ik dus nog een spiegeltje. Deze is voor Ro en deze is weer voor mij. Dus zo... Nee, ik mag er ook gebruik van maken. Ja, precies. Dus en jullie staan dus eigenlijk altijd in dat houdertje. Dus dan zien jullie eigenlijk heel vaak de achterkant van dit. En zo is het dus eigenlijk. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk heel veel op onze vooruitgezondheid. Mm. Gaat het weer regenen zo? Nee, het is te warm. Ja, kan ook. Dus ja, dus dat. Dus ik hoop dat jullie weer een beetje een inkijk hebben kunnen krijgen van hoe wij werken samen. Kijk, want ik kan het hier dus heel mooi zien. Ik kan het daar heel mooi zien, in het klein. En dan kan ik precies nog daar heel mooi alles zien. Dus ja, zo kijk ik dus met Roderick mee. En waarom ik dus met Roderick meekijk, zal ik zo meteen thuis even uitleggen. Ik ga gewoon nog wat proberen als het me lukt. Gaat niet helemaal lekker, niet maar oké. Een beetje plakband overheen. Nou, dat zullen we maar niet doen. Lukt het? Nee, ook niet. Maar zo, hè? Ik zal het gelijk even een beetje kort vertellen. Roderick, die heeft, ja, ik kan wel zeggen een visuele beperking, maar hij, hè? Vergeleken met jou wel, want jij kijkt... Ik kijk echt heel breed. Dat is jouw afwijking. Maar als je dus, dat is inderdaad mijn afwijking. Ik zie echt alles wat er omheen gebeurt. En daarom scan ik ook heel slecht eigenlijk in de auto. Maar ja, dat maakt even niet uit. We kunnen weer. Dus ik hou even vast. Jouw wielen.nl. Ja, precies. Maar wat ik dus wil zeggen, als je eigenlijk dit doet bij jezelf, dat ziet rood dus. Daarom hebben we ook nog wel eens een beetje een meningsverschil in de auto van, want ik zie dan weer wat meer dan wat rood ziet. Nou, en dat is wat jullie dus zien in de auto. Maar we kunnen ook heel goed samenwerken, dus ja. En dat zien jullie dus ook, dus ja, zodoende. Dat wou ik even ook uit het doekje doen, vind ik leuk. Ik ging even andere mensen kijken wat ik aan het vertellen was, vind ik grappig. Want weet je, het vloggen in deze buurt, ja, dat vinden ze nog een beetje raar. Net zoals een Enzo, ja, die is overal bekend. Een Don is ook overal bekend, dus ja. Maar dat maakt niet uit. Dus komt allemaal wel goed, hopen we toch. Ja, we gaan gewoon weer door waar we gebleven waren. Want gisteren was het zo'n korte vlog. Dus we gaan gewoon lekker verder. Het is vandaag alweer woensdag 9 juni 2021. Ik ben lekker bezig met Happy Stones aan het maken. Yep. Dus dat ben ik nu zo lekker gaan doen. Roze even met de hondjes. En daarna gaan we zo meteen naar de dierenvoedselbank. Om weer even voedsel te halen voor de hondjes. Moet mijn tas nog inpakken voor morgen. Vlogjes editen moet ik nog doen. Nog even naar de Jumbo voor mijn buurvrouwtje. Die had een vraag. Dat was er al denk ik een beetje. Dus ja. Dus we gaan gewoon lekker verder. Ja, we hebben geleefd vandaag. En ik ga dit weer kort maken vandaag. En ik ga mijn haar vandaag verven. Een hele mooie kleur. Ja. Dus daar komt ook weer een apart vlog over. Nou, dat is naar beneden. Ja, ik doe eventjes van mijn buurvrouw deze aan de kant. Ja. Dan heb ik een heel mooi klein lief sleuteltje. Die doe ik hier. Daarin. Hey, ik heb alleen Le Clam mee. Voor de rest geen ene hoek. Nee, nou, joepie de poepie. Nou, dat was het. Thank you.
Zoals jullie daar zien, hebben we nu op dit moment, als ik het goed zie, 2 paren in beeld. Er zijn nog meer paren in de weiland, maar die zie ik nu even niet. Die zien jullie nu ook lekker niet. Of ik moet heel voorzichtig draaien om te kijken of we hem ergens nog kunnen spotten. Zou het bruin moeten zijn? Bruin en zwart. Nee, daar niet. Het kan er ook nog maar één zijn hoor, en die hier nu in beeld staat. Ik weet het nu niet, maar het maakt niet uit. Kom dan. Het loopt daar weer lekker naar beneden. Rupsjes. En het loopt hier dus ook weer lekker naar beneden. Ik heb een hele mooie grote steen gevonden volgens mij. Of is dat zand? Dat is een steen. Dit is een steen, alleen die kunnen we niet schilderen. Nee. Nee, die nemen we maar niet mee. Een hele mooie paal. Een ei. Ja, dat is een ei, ja, wat jij wil. Paasei. Gekookt ei. Roerei. Gepocheerd ei. De specialiteit van het huis niet te vergeten natuurlijk. Nee, precies. Een rauw ei. Wat is hier wel lekker rustig, hè? Ik weet niet of het rauw nu is, maar komt ook wel weer goed.
Moppie, ja? Waar ben je? Hier. Waarom ben je daar? Oh. Het is lekker cool. Ja, maar hier ook. Nou, dat krijg ik dus niet voor elkaar om rood te laten schrikken. Ja, maar hier ook en bij het water, schat. Het is hier ook lekker cool. En hier een heel leuk bruggetje. Zo. En dan ga je die kant op. En dan ga je die kant op. En dan ga je er weer vanaf. Ja. En dan hebben we hier weer een leuk paardje. En zo kun je weer naar de paden toe. Ook leuk. Ja, die kant op. Kijk, en daar heb je weer een. Kleintje. Een mooie steen. Ja, ik ben aan het lopen in de parkeergarage naar niveau 2. Hey, ze zijn er weer. Hey, dat is leuk. Mijn matties die zijn er weer. Ja, dat is leuk. Kijk, en nu ons eigen autootje en dus hun auto's erbij. Helemaal geweldig, helemaal top jongens. Echt, hoe mooi is dit. En dan willen we eens een keertje, echt een keertje mee en met jullie. Echt, serieus, dit is zo gaaf. Dit is zo goud, moest kijken. Onze kleine gebakkie, hun gebakkie, helemaal top. Helemaal geweldig, echt waar. Top, top, top. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.